Het Rabobank Overall Team heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Nederlands kampioen in 3 verschillende categorieën en wereldkampioen in 2. En daarmee is de coach zeer tevreden. Als we kijken naar de jongere categorie, de onder 23, Van der Haar die het gewoon fantastisch goed heeft gedaan. Die nog beter als het jaar ervoor, wat niemand verwacht had. Niemand gehoopt zelfs, doet hij. Super knap. Pet af. Alles gewonnen wat er te winnen valt. En ook op een duidelijke manier als het jaar ervoor. De jongens die erachter komen met Teunissen, Bosman, goed gereden. Teunissen die knap podium rijdt op het Europees kampioenschap. Bosman die heel knap een wereldbekerwedstrijd wint. Teunissen wint ook een superprestige. Stan Godrie, de nieuwkomer, komt van de junioren af. Die stapt geweldig in met een podium op het Europees kampioenschap. En die wint ook nog een superprestige. Verschillende podia in die reeks wedstrijden. Ja, Emiel Dollesma, ja, wat pech gehad. En Gert-Jan Bosman in de tweede helft van het seizoen ook. Michiel van der Heijden, onze mountainbiker crosser, die het goed combineert. En die ook een heel mooi podium rijdt. En die ook nog een klein aandeeltje heeft, denk ik wel, in de wereldtitel van Van der Haar. Op het moment dat hij van voren aan komt sluiten. Dus ja, al met al is de onder 23 een hele leuke categorie. We gaan daar afscheid nemen van Van der Haar, die overstapt naar de elite. Dus, maar anderzijds is dat voor die andere jongens ook weer een uitdaging. Dat hun de rol over moeten gaan nemen om de wedstrijd te proberen te winnen. En kijken we naar de elite-categorie. Ja, Gerben en Bart, al zoals gezegd, maar met Niels Wubbe erbij. Ik denk dat we er ook een goede aanwinst in hebben. Voor zijn eerste echte crossseizoen heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Vooral in het begin, de eerste helft van het seizoen. We hebben toch veel droge parcoursen gehad. De tweede helft had hij het iets moeilijker in de modder. Maar daar heeft hij de tijd voor om dat te leren. Dus, Want jullie gaan door met een hele jonge ploeg. Ja. Is dat nou anders trainen, coachen dan de wat meer ervaren jongens? Die jonge jongens, ja, dan moet je nog leren van wat is wielrennen. En, ja, dan kom je op alle facetten van het wielrennen en het crossen moet je behandelen in een paar jaar tijd. Maar dan gaan we volgend jaar wel een stapje in maken. Met de meeste zijn we nu 2 jaar bezig. En nu komt de volgende stap. Dus om het net als Van der Haar te gaan doen om te gaan scoren. En met Wubbe en Van der Haar volgend jaar de 2 elite renners. 2 super jonge gasten. Ja, dat is ook een enorme uitdaging, ja. 2012, 2013 wordt net zo succesvol als 2011, 2012. Of het net zo succesvol zal zijn in het uitslagen, dat denk ik niet. Maar misschien wel puur voor ons als begeleiders om de ontwikkeling te zien van de jongens. Denk ik wel.